De ABA City Winterswijk heeft maandagmiddag hemden opgehangen in het centrum van Winterswijk. De winkeliers willen daarmee aangeven dat zij zich in het hemd gezet voelen door de coronamaatregelen van onze regering. Vandaag hebben we als ondernemers van het winkelcentrum een actie op poten gezet. En die houdt in dat we hemden door het hele centrum op gaan hangen. En hemden omdat we door het kabinet, door Den Haag, in ons hemd gezet zijn. Op deze manier met de huidige winkelsluiting. Dus ja, dat gaan we vandaag doen in de hoop dat Den Haag het misschien wel op gaat pikken. En in zijn besluitvorming dat gaat meewegen dat het zo niet langer kan. Veel mensen gaan nu naar Duitsland inkopen doen. En dat is heel begrijpelijk, daar kun je gewoon een winkel in lopen. Al dan niet met het tonen van je 2G-code. Vervolgens wordt dat geld niet in ons centrum uitgegeven. Dat hebben we toch stiekem echt wel nodig. We denken dat we ze deze maand laten hangen. Dat we ongeveer eind januari, begin februari weer gaan verwijderen. Ook wel een beetje afhankelijk van de keuzes die het kabinet natuurlijk bij de volgende persconferentie gaat maken. We zijn benieuwd waar ze vrijdag mee gaan komen. Ik heb ze opgehaald en we krijgen een bijdrage van het OFCW. En daarmee hebben we de hemden grotendeels betaald, denk ik. En we hebben een inzamelactie gehouden. Bij verschillende winkels konden mensen oude hemden inleveren. En bij mij thuis. Ongeveer 300. Het is de bedoeling dat we ze uitwassen en de nieuwe hemden, zoals ik ze opgehaald heb, worden gedoneerd aan de kledingbank. Zodat ze in ieder geval nog een goede bestemming krijgen. Wat we ermee willen bereiken is natuurlijk een stukje, in eerste instantie is het ook een beetje onze eigen frustratie uiten. En mensen laten zien en overheden laten zien. En dan vooral de landelijke overheid. De lokale overheid, de gemeente Winterswijk, die steunt ons eigenlijk al sinds het begin van de coronapandemie. Ja, nou weet je, ik ben hier heel graag bij namens het college. Want wij staan ook 100% achter deze actie. Het is zo niet vol te houden. Ik kan me dat zo goed voorstellen. Als je ook realiseert dat de Winterswijkse middenstand met de horeca samen ook een van de grootste werkgevers is in Winterswijk. En je al zo lang zonder inkomsten zit, ja, dat is natuurlijk desastreus. Wij begrijpen dat als college als geen ander. We hebben natuurlijk zelf proberen we de noodzakelijke maatregelen te nemen die we kunnen doen. Hè. We hebben de reclameheffing laten we vervallen, de marktgelden en de precariorechten. Maar ja, dat is natuurlijk maar een druppel op de gloeiende plaat. En uiteraard snap ik dat de landelijke overheid nog veel grotere problemen heeft. Maar ja, wij vinden dit een hele sympathieke actie. Die ook nog eens een keer aangeeft dat het heel belangrijk is misschien wel om koop lokaal. Hè, wat we altijd prediken. Als het kan, proberen dat toch nog te doen. Nou, en heel stiekem hoop ik wel dat aankomende vrijdag er wat een verlossing komt voor deze sector.